Met dit sein begint er een technisch hoogstandje in Vaassen. Deze anderhalve eeuw oude molen wordt verplaatst. Het gevaarte weegt 240.000 kilo en wordt via rolletjes verzet. Om de eventuele vervormingen in dit metselwerk te kunnen volgen, zijn er sensoren aangebracht die vervormingen tot een duizendste millimeter nauwkeurig registreren. Het betekent wel dat de verplaatsing heel erg langzaam gaat, met slechts enkele millimeters per minuut. Ik hoorde net iemand zeggen van het lijkt wel een slak met remraketten. Het uiteindelijke doel is om de molen te verhogen. Dat is nodig omdat er verderop in het dorp nieuwbouw komt die zo hoog is dat de molen te weinig wind zal vangen. Veel Vaassenaren komen kijken. Er zijn voor- en tegenstanders van het project. Daarom is er jarenlang over gediscussieerd. Prestige kwestie, geldverspilling. Ik denk wel dat dat in belang van de gemeenschap is dat die verplaatst wordt. Ik vind het grote flauwekul. Laat het geld maar aan mijn mensen sturen. Als de molen klaar is, komt er een theeschenkerij in die gerund zal worden door mensen met een beperking. Het hele project kost ruim 5 ton. Volgens de gemeente is dat het allemaal waard. Je ziet de verloedering in het centrum van Vaassen. Dat moet tegengegaan worden. En dat kan nu gaan gebeuren en daar gaan we keihard aan werken. De verplaatsing kost nog anderhalve dag. Daarna wordt de fundering versterkt en wordt de molen weer teruggezet.